Zoek je informatie over films? Er zijn er een aantal websites die heel interessant zijn. De eerste is de Internet Movie Database, IMDb. Daar vind je heel veel informatie over zowel films, shows, over celebrities en dergelijke meer. Het is een heel interessante database om ook associaties te maken. Ik ga bijvoorbeeld nu eens naar Star Wars. Empire Strikes Back. Ik krijg meteen de ratings te zien van de gebruikers. Een gemiddelde van 8,8 en op 722.000, meer dan 722.000 mensen hebben daarop gestemd. Heb je hier ook een metascore. Dan heb je de reviews. 822 gebruikersreviews en 192 van IMDb-recensenten. Dit is een verschil, gewone gebruikers en IMDb-recensenten. Die kan je allemaal gaan bekijken. Je krijgt informatie over, uiteraard over het verhaal. Je krijgt een aantal video's te zien, als die er al zijn. Je krijgt, zoals bij LibraryThing en Goodreads over boeken, krijg je mensen die deze film goed vonden, vonden ook deze films goed. Dus op die manier kan je associaties gaan maken. En het leuke is dat je ook heel snel een overzicht krijgt over de acteurs die meededen met een fotootje. Ik gebruik IMDb vaak. Je kent het wel, je zit te kijken naar een film of naar een tv-aflevering en je denkt van goh, die acteur ken ik van ergens, maar ik weet niet van waar. Wel, via IMDb zoek ik die dan op en weet ik heel snel. En dus ik word, Billy Dee Williams, waar heb ik die nog gezien? En dan kan ik gaan kijken naar alle films of alle series waarin de man heeft deelgenomen en wie hij precies was. En dus dat is al een manier om heel snel associaties te maken. Je krijgt heel veel details, je krijgt trivia over films te zien. Dus IMDb is echt een heel leuke website om informatie over cinema te krijgen. Dus verwijzen zelf naar Metacritic. Metacritic is een website die ik zelf eerder gebruik om games te beoordelen. Maar het leuke aan Metacritic is dat ze eigenlijk alle recensies samengooien, of het nu van games is of van films, en daar een score aan geven. En ik ga nu opnieuw Star Wars Strikes Back. Voilà. En dan krijg je de score te zien van recensenten. In dit geval op basis van 16 recensenten. Ja, het is een vrij oude film, dus nog geen internet toen. Als je gaat kijken naar recente films en recente games, gaan daar veel meer recensenten hun score geven. En dan heb je de gebruikersscore. Vaak is er een grote discrepantie tussen wat de critics zeggen en wat de gebruikers zeggen. In dit geval valt het nog mee, maar soms is daar een veel groter verschil. En dan kan je ook effectief de recensies gaan bekijken. Ik kan het ook, je ziet hier al, er zijn 12 positieve, 4 mixed en 0 negatieve. Je kan dan ook zelfs filteren op en stellen van waarom vond iemand dat negatief? Dan kan je effectief die negatieve gaan bekijken. Ook hier krijg je weer aanbevelingen en dergelijke meer, maar minder dan in IMDb, dus je gaat minder informatie krijgen. Een laatste interessante website voor films te beoordelen is Rotten Tomatoes. Strikes Back gaan intypen. Voilà. En opnieuw krijg je scores te zien, video's en dergelijke meer, wat informatie. Rotten Tomatoes wordt bij veel filmliefhebbers beschouwd als een van de betere om recensies te lezen, om scores. Natuurlijk, dat blijft subjectief, dus niet iedereen zal akkoord zijn. Maar het wordt vrij hoog geschat binnen de community van filmliefhebbers.